Ford heeft besloten zijn eerste echte Mazda EV Mustang te noemen. Maar is die naam enkel marketing of zit er toch meer achter? Je kan de geschreven detailtest van de Ford Mustang Mach-E ook terugvinden in ons magazine Autogids. Maar al onze andere tests en ons nieuws staat natuurlijk ook op onze website autogids.be. Ja, Ken, ik zei het al in de intro, hè. Ford noemt het een Mustang. Er zit dan ook bijna geen enkel Ford-logo op die auto. Nee, dat klopt. Dat is zeker de illusie die de Amerikanen willen wekken. Vooraan een duidelijke Mustang, achteraan ook. Op het stuur staat een Mustang en je moet echt al heel goed kijken om nog zo'n kleine Ford-badge terug te vinden, hoewel het natuurlijk een Ford is. Maar ook in de prijslijsten spreken ze van Mustang Mach-E zonder Ford. Ja, maar veel heeft hij eigenlijk niet te maken met die coupé. Het is een beetje een SUV geworden. Absoluut. Het is een elektrische crossover. Dat is wat nu populair is. Dat is ook makkelijk om die batterijen in weg te steken. Dat is wat Ford gemaakt heeft. En wie weet komt daar ooit wel een hele Mach-E-lijn van. Hè? Een elektronisch gamma. Het moet wel als ze vanaf 2030 elektrisch willen gaan. Dit is de eerste in een crossover kleedje. Maar je kan al duidelijk zien dat ze wel wat trucjes hebben toegepast om er ja, wat leuke dingen op te zetten. Ja, ik zie zwarte wielkasten. Ik zie... Ja, dikke banden, dit comfort. Die zwarte accenten trouwens hoort nu bij, wel, dit is een topversie eigenlijk wel, een all-wheel drive met het grote accupakket. Dat hoort er dan bij. Die wielen zijn een beetje opvallend, die hebben nogal een dikke bandenwang. Hè. Tegenwoordig zien we heel sportieve grote velgen met weinig band. Komt omdat Ford met klassieke dempers werkt op de Mach-E, dus niet met adaptieve dempers of met luchtvering, die je ook wel vaak in dit segment terugziet. Klassieke dempers, dus een dikkere band. Ook opvallend, die zwarte dingen, Mach-E, en dan zien we ook 4X, vierwielaandrijving, en dan hier, pas echt, die knopjes. Ja, ik zie geen klinken, ik zie knoppen. Knopt. En dan heb je hier nog zo'n soort van latch, kan je duwen en daaraan trekken, dus dat valt nog goed mee. Nu, vreemd genoeg, achteraan hebben ze enkel het knopje voorzien en geen latch. Dus hier ga je altijd wel met de handen aan de deur moeten, met vuile handen tot gevolg, ofwel vuile vingers op de deur tot gevolg. En ik zie zelfs een dikke bodem daar, waar dat de batterijen een dikke bodem, zitten waarschijnlijk. Waar inderdaad de batterijen in verwerkt zitten, maar dat geeft toch wel een serieus opstapje. En dan zie je ook dat ja, van die grote auto is er al een stukje ingenomen door dat grote batterijpakket. Dan hebben ze wel een trucje toegepast om die daklijn toch zo op zijn fastbacks te laten aflopen, het rode gedeelte. Hier dan in contrast zwart, maar dat maakt dat je toch nog een normale hoofdruimte hebt, zelfs met dat grote panoramadak. Ja, het ziet er wel strak uit. Het ziet een mooie vloeiende daklijn, maar toch heb je nog die extra binnenruimte. Het is wel knap gedaan. Ja, dat is goed gedaan en dat loopt dan mooi uit. Ze lichten ook net op die leuke Mustang achterlichten. Misschien wel het meest echte Mustang onderdeel of accent van de hele auto. Met die drie verticale strepen en dat geeft hem toch nog iets van zijn echte octaanbroer. Ja. En nu eventjes over de techniek. Dat een elektrische auto is, weten we al, maar over wat voor elektromotoren spreken we hier? Wel, de Mach-E is van meet af aan in vier smaken te hebben. Dat is ofwel met achterwielaandrijving, met een elektromotor op de achteras, dat is de basis. Ofwel met vierwielaandrijving en dan komt er een kleinere elektromotor op de vooras bij. Dus heb je dus al twee aandrijfvormen en ook nog twee accupakketten. Dat is een standard range. Die komt met bruikbaar 67 kWh of een extended range met een bruikbare capaciteit van 88 kWh. En daardoor schippert de autonomie eigenlijk tussen de 400 km op papier en dik 600 km. Dus je moet toch wel goed kijken hoe je dat combineert, even overleggen, om te zien waar je dan echt wel nood aan hebt. En je kan elke aandrijving met elk accupakket combineren? Min of meer. Er zijn best wat combinaties mogelijk. En dan op het eind van het jaar komt er nog die fameuze GT. Die dan wel echt Mustang Performance ook gaat hebben, die onder de 4 seconden naar de 100 gaat. Die ook bijna 500 pk heeft en ook natuurlijk het grootste accupakket met de twee motoren om echte sportieve prestaties voor te leggen. Want Ford oordeelt eigenlijk dat dit meer een ST-Line dan een echte ST is. Ja. Daar moet je het ongeveer situeren. Oké, maar momenteel spreken we over 270 pk en... In dit geval zelfs 350 pk, want die heeft de twee motoren natuurlijk. Ja, anders zit je in de basis aan 270 pk. Het gaat van 270 tot 350. Dit is de krachtigste versie. En die autonomie is op papier 510 km voor deze. Maar bruikbaar, reëel, zal het eerder 400 zijn. Ja, oké. De binnenkant is niet altijd Ford zijn sterkste kant geweest. Wat denken we van bij de Mach-E?
Een beetje tweeledig. Opnieuw, we zitten hier in een topversie, dus dat geeft toch wel een beetje een ander beeld dan het algemene, denk ik. Vooral omdat in dit geval zie je die heel mooie brede soundbar. Dat is van B&O, dat is het audiomerk waarmee ze samenwerken. En dat lijkt eigenlijk een heel coole, soort van bijna Scandinavische bekleding, maar dat is effectief een luidspreker. Dus op dat vlak en digitaal zit het helemaal goed. We hebben wel een paar opmerkingen van collega's gekregen over de stoelen, die nogal vlak zijn qua zitting. Achteraan rechts heb je ook een hardere zitting, daar zit duidelijk iets onder. Dat synthetische leder is ook natuurlijk niet het laatste woord in lederkeuze, maar ja, er moet ergens een beetje bespaard worden om die auto toegankelijk te houden. En dat merk je dan in die onderdelen. Ja, maar hetgeen dat vooral opvalt natuurlijk, dat hele grote centrale scherm. Ja. Wat denken we ervan? Wel, drie keer raden waar dat op geïnspireerd is. Hè? We hoeven het niet meer te zeggen. 15,5 inch, een verticaal portretscherm, touch natuurlijk, een aanraakscherm. Met alles erop en eraan. Laat ons zeggen dat het de eerste dagen zeker gewenning vraagt. En vooral als je die wagen niet zelf bezit, maar occasioneel ermee rijdt, want wat een eigenaar, kan dit systeem dus al bij bestelling van de wagen, als je die online bestelt, meteen configureren dat zijn telefoon eraan gelinkt is nog voor die gemaakt wordt. Dus zover gaat het tegenwoordig. Als die wagen dan thuis toekomt, want die kan ook thuis afgeleverd worden, staat dat allemaal netjes ingesteld zoals hij dat wil. Heb je dat niet, ben je zoals ik, ja, dan begint het dus. Hè. Moet je gaan zoeken en gaan prullen. En dan vind ik eigenlijk dat ze niet overal de meest logische keuzes gemaakt hebben. Bijvoorbeeld, hier heb je een groot scherm met kleinere tegels die je kan wegswipen, maar dan bovenaan onder dit knopje heb je bepaalde belangrijke functies, maar andere bepaalde belangrijke functies zitten dan weer onder de Mustang. En daar heb je tot 80 functies of autofuncties die je kan bedienen. En dan denk je hier, temperatuur die zet ik een beetje hoger, voilà, perfect, een vreemde schuiver. Ik zet daar op auto en ik krijg warm. Nee, je moet hier nog op die knop duwen en in dat submenu dan effectief de airconditioning gaan activeren. Dus er zijn toch wat keuzes gemaakt waar ik van denk, had daar nu bovenaan een eenvoudige lijn gezet met basisfunctietoetsen voor telefoon, navigatie, media enzovoort. En het had toch nog eenvoudiger geweest. Ja, er ontbreekt, het is te veel kliks eigenlijk om overal bij te komen. Ja goed, na een paar maanden zal het wel weer logisch zijn, maar op dit moment, in het begin, vraagt het best veel aandacht. En dan denk ik, hoe minder hoe beter. Nu Ford zegt dan, gebruik de spraakherkenning. Geef de commando's met de stem. Dat is iets wat ik persoonlijk zelf niet zoveel doe. Dus ik maak daar toch veel gebruik van en dan leidt het best af. We hebben nog die statistieken gezien recent, dat er toch wel veel ongevallen gebeuren door afleiding. En zo'n scherm helpt daar niet meteen aan, vind ik. Ja, maar voor de rest zie ik wel veel opbergruimte hier en daar. Ja. Het ziet er wel correct uit. Absoluut geen transmissietunnel. We hebben geen kardanas of iets anders hier tussen zitten. Dus je hebt een open middentunnel met voldoende opbergruimte, cupholders. Het is natuurlijk een Amerikaanse auto. Dat is het voordeel. Dus je hebt hier best wel wat ruimte voor de mensen en voor hun spullen. Vooral voor de caps. Maar ook achteraan is er best voldoende ruimte. In de koffer zitten we aan minimaal 408 liter onder de stoffen afdekking. Dus er kan op meer in de hoogte en tot bijna 1500 liter voor de hele kofferruimte als de stoelen plat liggen, want die kunnen plat. Oh, en niet te vergeten natuurlijk, vooraan hebben we ook nog opbergruimte en wat we tegenwoordig de frunk noemen, die samentrekking van front en trunk op zijn Amerikaans. In dit geval wel gecompartimenteerd, want ze hebben schrik dat iemand daar zijn huisdier zou inzetten of zelf zou gaan inkruipen. Er staat zelfs een knopje in om er terug uit te geraken, als iemand anders u erin gestoken heeft. Maar er kan nog eens 80 liter in. Dus alles samen is hier toch best veel opbergruimte, zowel van binnen als in die kofferruimte. Ja, en daar van voor passen natuurlijk de laadkabels in, hè? Zodat ze te weg liggen. Absoluut, want je hebt er twee nodig en anders slingeren die rond in de koffer, kan je die netjes vooraan hechten. En Ken, onderweg, hoe rijdt die Ford Mustang Mach-E? Om te beginnen heel gemakkelijk. Hè. Elektrisch rijden vind ik altijd makkelijk en zen. En dat heeft deze zeker ook. En tegelijkertijd is er meer dan voldoende vermogen met 350 pk in die ABD-versie met dubbele motor. Dus daaraan ontbreekt het zeker niet. Ik vind wel dat de demping pas echt in zijn plooi valt als het iets vlotter gaat. En met name achteraan blijft hij toch altijd zo'n beetje springerig. Dus dat is toch iets wat wel meteen opvalt als je op moeilijkere wegdek rijdt. Ja, ik voel het. En voor de rest, gas geven, remmen, draaien, de basis zit goed? Wel, gas geven, zoals gezegd, heel gemakkelijk en vlot genoeg met 5,1 seconden naar de 100. Remmen is toch een ander paar mouwen. Bijvoorbeeld hier heb ik helemaal niet geremd. Je moet zelfs altijd een beetje gas bijgeven, omdat je te vroeg tot stilstand komt. Dus die one-pedal drive is echt
heel uitgesproken. Misschien wel van het sterkste wat ik ooit meegemaakt heb in zo'n auto. Dus dat is zeker even wennen. Ja. Vooral omdat er geen pedals zijn om die intensiteit aan te passen. Ja, dat kan ook niet via het centrale scherm? Nee, daar is het aan of uit. Oké, dus het is ook een beetje aan of uit het gevoel in het pedaal. Ja, absoluut. Want dus als hij zelf remt, ja, dan kom je bijna niet aan het pedaal. Want zoals gezegd, hij remt ook volledig tot stilstand, zoals hier het geval was. Maar als je op dat moment, terwijl hij zelf remt, ook nog eens extra op de rem moet en dus de klassieke remschijf aanspreekt, is die overgang wel heel abrupt. Ja. Moeilijk doseerbaar, soms een beetje stuntelig zo. Ja. Een leerlingchauffeur. En in de bochten, wat vinden we daarvan? Wel, stuurhuis is natuurlijk heel precies en makkelijk, hè? Ook vrij licht, maar ik vind wel niet dat het bulkt van de feedback. Het is ook een beetje, ja, een beetje zo wazig rond de rechtuitstand en dan geeft het wel veel weerstand als je hoek gaat maken. Dus het is een beetje een aparte stuurafstelling die nog intenser wordt als je door die standen gaat gaan, want als je dus bovenaan klikt. Even kijken, want welke is het nu weer? Het is op de Mustang, voilà. Krijg je 3 rijmodi. Active is eigenlijk de basisrijmodus. Normal eigenlijk. Dat is eigenlijk de normal. Ze hebben gekozen voor bijzondere namen. Het is Active, Whisper en Untamed. Ik zou eerst denken dat Whisper het zachtste is en dat die dan helemaal beneden komt. Maar nee, ze beginnen met Active. In Whisper wordt die trouwens ook niet stiller of zo. Dat verandert helemaal niks. Want je kan zelf bepalen of je dat soort nepgeluid door de speakers wilt of niet. Ook natuurlijk in ergens een of andere menustructuur. Maar dus Active, dat is een normale balans, een goede. Whisper, dan heeft hij iets minder reactie op het gaspedaal. Gebeurt alles iets rustiger. Is meer eco natuurlijk, dus wie echt kilometers wil klokken, die gebruikt de Whisper-stand. En wie de hooligan wil uithangen, ja, die gaat natuurlijk naar de Untamed-stand. Ja, dan hoor ik direct een V8 gebrom. Ja, V8, V6, het is een vreemde kruising. Ik zal eens gas geven. Het is een soort van flat 4 meets flat 5. Het is iets heel geks wat ze erin gestoken hebben. Gelukkig kan je ook dat uitzetten. Ik vind persoonlijk dat een elektrische auto geen geluid hoeft te hebben. Het is net die zen-ervaring die de hele zaak maakt. Ja. Maar dus voor dagelijks verkeer eigenlijk geen problemen in deze Mach-E? Nee, zeker niet. Wat we daarnet aanhalen zijn trouwens ook al echt wel details. Een beetje muggenzifterij, omdat Ford doorgaans auto's bouwt die echt wel tot in de perfectie afgesteld zijn. Maar over het algemeen, opnieuw, rijdt het makkelijk. Is die demping eens op snelheid voldoende, zeker en vast. Zoals gezegd, het vermogen blijft altijd paraat, dus zeker geen probleem. En is het vooral een makkelijke auto om vlot mee te rijden, ja. Ja, en als we het over de prijzen hebben, is hij duur of heel duur? Dat is een leuke vraag en meteen ook al een goed antwoord, want inderdaad zijn elektrische auto's, nieuwe technologie. Het is natuurlijk geen Ford die je altijd kent. Het begint bij 48.000 euro en reikt dan tot ja, midden 60.000 euro. Of met alle opties die je kan krijgen is dit ongeveer een kleine 70.000 euro. Maar dan heb je echt wel de hele optiecatalogus geplunderd. Hè? Ja, maar zijn er veel opties om te krijgen of is het een beetje zoals bij de andere, beperkt? Ja, nee, inderdaad, het valt op. Het is vrij beperkt. Ford wil zoveel mogelijk auto's natuurlijk nu bouwen. Ze gaan ook heel veel van de productie exporteren naar Europa om hier de CO2-cijfers natuurlijk naar omlaag te krijgen. Maakt dat er heel veel auto's zijn, maar een beperkte keuze. Dus je hebt x aantal kleuren, een belangrijk interieur-technologiepakket. En voor de rest is het eigenlijk, ja, is er niet zoveel te kiezen, hoor. Ja, en tegenover de concurrentie is dat een beetje duurder of iets goedkoper? Het zit er een beetje tussenin. Daar zijn ze wel correct in. Je krijgt ook best wat waarde voor je geld. Ook die autonomie zit vrij snor voor dat geld en ook de performance. Ik zou zeggen dat een ID.4, de nieuwe Volkswagen, dat die vooral meer op ruimte inzet. Misschien nog iets gezinsvriendelijker is, maar zit daar ook in de buurt. Die kan je dan wel weer krijgen met lagere vermogens dan deze auto. En een Polestar 2, die trekt toch nog iets meer. De premium kaart zit dan net iets hoger ook, zeker als je voor de dual motor gaat. Maar daar komt binnenkort eentje van 45.000 euro. Enkel met voorwielaandrijving die wel eens concurrentie voor deze zou kunnen worden. Ja, en dan is nog wachten op de Tesla Model Y natuurlijk, hè? Absoluut. Als die naar Europa komt. Ja, die hadden we graag natuurlijk ook in onze vergelijkingen in de magazines gehad, maar dat kon nog net niet. Maar dat wordt waarschijnlijk wel de grote uitdaging. En ook een auto waar deze toch wel in bepaalde opzichten duidelijk op geïnspireerd is. Dus dat wordt heel interessant. Oké. Okay. Ja.
Ja, kan om af te sluiten wil ik dan een antwoord op mijn vraag. Hè. Dat woordje Mustang, is dat marketing of is het meer? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. En laat ons zeggen dat het vooral een heel slimme marketingzet van Ford is geweest om die naam erop te plakken. Want alleen al de controverse rond die beslissing heeft zoveel stof en zoveel media gegenereerd dat iedereen nu weet dat er dus een elektrische Ford aankomt die toevallig Mustang heet. Ja, dus qua hype is het geslaagd, maar de uitwerking? De auto is zeker ook geslaagd. Wat ik persoonlijk voel en vind, is dat je wel merkt dat het ook Ford zijn eerste keer is om zo'n auto te maken. Zeker met die twee elektromotoren heb ik soms het idee van, ja, dat is moeilijk om af te stellen. Dat is iets heel anders dan ze tot nu toe altijd en heel goed gedaan hebben. En je merkt dat daar nog een beetje ruimte voor verbetering zit in het rijgedrag, ook in die lineariteit van bepaalde primaire onderdelen. Aan de andere kant zeg ik dan van, voilà, dit is een vrij goede gezinswagen met voldoende ruimte, met een goede autonomie. Neem je hem niet te duur, heb je een redelijk interessante prijs met een goede uitrusting. Dus er valt ook wel heel wat voor te vertellen ook, hoor. Zeker voor mensen die houden van rijden, en daar zijn ze al goed op weg. Maar ik denk, ja, de GT zal daar natuurlijk nog een stukje aan gaan toevoegen. Maar ik hoop ook dat ze met, wie weet, met die over-the-air updates toch nog wat kleine verfijningen kunnen toevoegen aan het rijgedrag ook. Dat die echt wel ook weer een echte Ford wordt. Hoewel er natuurlijk in het grote Mustang op staat. Bedankt om te kijken en natuurlijk bedankt aan Ken voor zijn deskundige uitleg. Wil je meer video's zien? Abonneer dan zeker op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!